Kijk, dit is het fruit wat we net binnen hebben gehad van het buitenhof. Niet zo mooi als dat je in de winkel koopt, maar echt super lekker van sap. Hoi, ik ben Wouter. Ik ben de eigenaar van Cider Cider en de maker van Lightship Cider onder andere. Ik ben al meer dan 11 jaar geleden begonnen met de import van cider. Omdat ik zelf eigenlijk heel vaak cider dronk op vakantie en dan weer terugkwam in Nederland. En dan iedere keer weer geen goede cider kon vinden. En toen dacht ik, ja, je moet of stoppen met zeuren of je moet het gewoon zelf gaan importeren. En sinds begin dit jaar zijn we dus heel druk met nog meer eigen ciders maken, sap maken binnenkort en iedereen de wondere wereld van de cider te laten ontdekken. Dit is een van de ciders die we hier maken. En dat is een cider waar we bijvoorbeeld hop aan toevoegen. Dus dat geeft weer een hele andere smaak en een heel andere stijl. Cider, dit is een cider die je relatief snel kunt maken. Daar heb je een maatje of twee ongeveer voor nodig. Dit is een heel mooi voorbeeld. Deze gemaakt van appels van de buitenhof ook. Een blend tussen koningszuur en zoete ermgaard. Dat hebben we vorig jaar geplukt en heeft uiteindelijk 8 maanden gerijpt ongeveer na het persen en het fermenteren en dergelijke. Het is een hele mooie natuurlijk vergiste cider geworden. We hebben net 1800 kilo appels en peren geperst voor het sap van het buitenhof. Dat gaan we nu straks pasteuriseren. Dus dat betekent dat we het gaan verhitten tot 80 graden. Daardoor dood je eigenlijk alle bacteriën die ervoor kunnen zorgen, of gisten die ervoor kunnen zorgen dat het bijvoorbeeld gaat vergisten. En straks gaan we het afvullen in deze flesjes. En dan binnenkort, als jij zo'n flesje hebt bij de buitenhof, dan komt hij waarschijnlijk nog. Proost!